Het is 30 december. En morgen is het 31 december, dat is dus de laatste dag van het jaar. De afgelopen week heb ik het een klein beetje druk gehad, want ik had een fantastische kersttour. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jing, 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 jingle bells. 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 Jing, 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 jing. Merry Christmas. Mensen, welkom bij de grote Jelle B kersttour. Ik heb mijn auto mooi verzuurd vanmiddag. Mist nog één dingetje. En dan heb ik bij de AC Tion gehaald. Batterijen, joekels. Die erin. Wauw. Nou, jullie zien nog niks, maar dit is mooi. Vet toch? Oké, komend weekend doen we 9 klussen. En ik heb vet veel zin in. Ik ben nu Sneek, ga korp halen. En dan op naar Monster. Merry Christmas. En omdat het dus 30 december is en morgen dus de laatste dag van het jaar, vanavond heb ik nog één klus in Berlicum, maar voor de rest heb ik niks meer. Ga ik alleen nog maar oud en nieuw vieren. Denk ik even na dan, zoals heel veel mensen waarschijnlijk doen, over 2016. En ik kan wel zeggen, zonder te liegen, het was gewoon weer f***ing leuk. Het was echt vet. Yeah. Bam, bam, bam. Yeah. En daar ben ik mega trots op. Dank jullie wel daarvoor. Genoten. Naast alle shows en alle dingen zijn er nog heel veel andere in 2016 de filmpjes. Iedere week heb ik geprobeerd een vlogje online te doen. Eigenlijk is het wel volgens mij ook iedere week gelukt. Niet helemaal iedere week, maar wel bijna iedere week. En daar heb ik zoveel plezier aan, dus dat gaat in 2017 zeker weer door. Vond het skateboarden achter de trekker vond ik leuk. Oh, natuurlijk onze YouTube / Facebook hit met Johannes. Met de dames van Boulevard, vond ik heel mooi om te doen. En nog toen
toen ik bij iets op het trekken zie je. Wie iets op het trekken van het hakselaren? Ja. Leuk man. Dankjewel. Let's get in our Christmas mobile. Vandaag is het kerstavond en we doen drie klussen. De eerste in Noordbergen, oftewel Kattenbra. Het Roegouwers Festival met de Hoenekop, Suskus en Johannes Riepma met zijn Bounty Bitches. Daarna gaan we door naar het uitverkochte All the State in Ureterp. En daarna nog even naar Devensvaart. Het wordt een lange dag, maar het wordt een mooie kerstavond. Noordburgers, we net hebben de Bounty Hunters met Johannes Riepma gespeeld. Maar het is nog heel erg jong. Ze hebben wel een hoop kaart gekocht, maar die mensen zijn er nog niet. Dat is altijd een beetje jammer, ik kan er niks aan doen. Maar ik moet nu op. We zijn er! We zijn er! We gaan even naar binnen. We gaan even naar binnen. Dat hebben we ook weer overleefd in Dedemsvaart. En het was druk. Het was smoordruk. En leuk. Dus dat is belangrijk. Nu gaan we snel naar huis. We hebben 6 klussen gehad. Nog 3 te gaan. Duizenden, zoveel tientallen vette dingen die ik gedaan heb. En dat is gewoon super leuk. Dus verder wil ik er ook geen big deal van maken. Iedereen die er maar iets mee te maken heeft gehad. Dus iedereen die er maar iets mee te maken heeft gehad, dankjewel. Alle collega's natuurlijk ook. Ik heb mega funny gehad. En ik hoop jullie allemaal in 2017 weer 1000 keer tegen te komen. Vandaag is eerste kerstdag en we hebben 1 show staan en die is heel laat, want het is nu 11:30 en ik ga net onderweg. Om 2:30 moeten we spelen, namelijk in Bolsward in de Prins. Maar het is altijd wel erg leuk. Het is een leuk ding, hè? Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away.
Morgen oud en nieuw, niet op het ijs komen, voorzichtig met vuurwerk. Dankjewel voor het kijken en tot volgend jaar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nog een keer. Ciao, ciao. Ciao, ciao.